bed zo uniek maakt. Alping, geen bed ventileert beter. Dag mooie mensen, hier een nieuwe design tip van jullie Trendwatcher Vista. Als je op zoek bent naar de meest trendy kleuren van het seizoen, check de allernieuwste Easy Note DM notebooks van Becker Bell. Wit, zwart, rood of de nieuwste mode kleur roze. Samen met Windows 7 Home Premium ervaar je alle entertainment en social media zoals je nog nooit hebt gezien. Windows 7 werkt zoals jij wilt. De Becker Bell Easy Note DM notebooks. Pure digitale schoonheid. Ik wens jullie nog een fijne en stijlvolle dag. Voor iemand die nog nooit in Breda is geweest, heb je die koffiebar wel heel snel gevonden. Is er iets wat je me niet verteld hebt? Koffiebar Plus in de buurt om mijn telefoongids uit te rollen. Als je het niet wilt, gebruik m.telefoongids.nl of download de app. Godverdamme, koffie op mijn shirt. Die telefoongids appen, zoeken ze dichtstbijzijnde stomerijen? De klassieker onder de desserts, onze verse crème brûlée. Twee bakjes van 100 gram voor maar 1,29. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Als je van stilte, als je van een maagdelijk wit landschap houdt. Als je van knerpende voetstappen in de sneeuw houdt, als je van een heldere winterse dag houdt, dan kies je voor Natuurmonumenten. Natuurmonumenten beschermt de natuur in Nederland, zodat we kunnen blijven genieten. Benieuwd wat er in de natuur bij jou in de buurt te doen is? Kijk dan op natuurmonumenten.nl. Natuurmonumenten, als je van Nederland houdt. Thank you.
hoogseizoensnelheid aan. Door de gladheid zijn er veel aanrijdingen geweest. Er staat in totaal 72 kilometer file. Ik noem de files vanaf 5 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem bij Maarsbergen 7 kilometer. Richting Utrecht bij Driebergen 7 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. In beide richtingen is tussen Driebergen en Maarsbergen de linkerrijstrook dicht. De A15 Nijmegen richting Gorkum is bij knooppunt Del dicht. Daar is een trekker met oplegger geschaard. Verkeer gaat er via de vluchtstrook langs. De N15 Maasvlakte richting Rozenburg is dicht tussen Maasvlakte en Oostvoorne. Daar is vanochtend een vrachtwagen gekanteld. Op de A27 Breda richting Utrecht is het langzaam rijden tussen Nieuwedijk en de brug bij Gorkum over 5 kilometer. Op de A67 Venlo richting Turnhout tussen Asten en knooppunt Leendeheide staat 11 kilometer. Ook dat is een aanrijding. Tussen Geldrop en knooppunt Leendeheide is de linkerrijstrook dicht. Je luistert naar